Welcome, Quiet Deep Radio, already the first episode presented to you by Utrecht. With us today is our big friend PA Presents, gonna play his new track. Enjoy. 4.5 billion years ago, the planets were formed in the gravitational collapse of a great cloud of swirling gas. Thank you.
Alrighty, we're gonna continue in Dutch. Don't worry, we'll be recording this and put it on our YouTube channel with subtitles. Peet! Ja. Welkom, jongen. Ja, dankjewel, man. Onze allereerste radio-uitzending. Ja. Dat, hè? Nostalgische plek ook, hè? Man. Hey, 17 jaar niks uitgebracht en dan kom je hiermee. Ja. Wat een dag, jongen. Het is ook geen nieuwe, geen nieuwe shit, hoor. Nee, hartstikke tof. Ik voel me vereerd dat ik het uit te mogen brengen. Het lag wel even. Ja. Dit materiaal. Dus, het was al wat ouder. Het is niet meer dat je het gisteren hebt gemaakt. Nee. Het was nog niet mijn goede tijd. Nee. Oude meuk. Eigenlijk het was eigenlijk bedoeld als voor een album wat uit zou komen bij Deviate Records. Ja. Waar ik toen een beetje die underground hit op had. Entangled. Zeker. Alleen het is er nooit van gekomen. Onze vrienden Marcel en Luc. Ja, Marcel en Luc. Het is er alleen nooit van gekomen. Het is nooit uitgebracht. En en alsnog komt het nu bij jou uit. En, maar goed, het komt omdat je inmiddels slecht horen bent. Van de Utrechtse techno scene. Ja, ik weet het. Ik ken mijn plek. Ik ken mijn plek. Nee, dat is prima. Maar ik vind het echt super gaaf materiaal. En dit nummer, toen ik dit voor het eerst hoorde. En ik groep die het spel, weet je. Dan dacht ik, gaat me uitbrengen. Dus top. Ja, blij mee. Maar het is natuurlijk allemaal al veel eerder begonnen. En dat was, wat was je eerste plaat? 1993. Op Utrex. Ook op Utrex, dat was onder andere dit nummer. Als die doet tenminste. Als ik weet hoe dit werkt. Beetje roestig, jongen. Ja, joh. Ja. Dat is dat vorige nummer. De eerste uitzending, hè? Kunnen we dit hebben. Ja. Nee, dat is hem niet. Komt goed. Het is, even kijken. Het is, even zoeken, dames en heren. Anders pakken we gewoon lekker analoog. Dit nummer erbij. Oh, kijk. En nou. Juist, daar is die dan. 1B3 Vera S. Enjoy. Oh,
Ja, ja, dat waren de tijden. 19, tweede plaat op Utrecht. Ja. 1993 moet dat dus zijn geweest. Het was een van de twee platen waarmee we ergens langs de snelweg in Limburg stranden omdat ons busje verrot was. Maar uiteindelijk is het toch nog bij de distributeur gekomen en ze waren ook nog een beetje verkocht. Ongelooflijk veel minuten hadden we erop geperst. Ja, het waren lange nummers. 40. Ja. En nou, ik weet allemaal niet hoe ze dat ooit hebben kunnen persen en zo, maar het is gelukt, godzijdank. En nou ja, goed, dat was begin weer carrière. Ja. Ja, en ja, daarvoor was je alleen DJ. Ja, ik heb jarenlang gedraaid al in Utrecht begonnen, bij de Habbekrats. Habbekrats heette het, ja. Zo van namen gaat die tent. Maar dat was op de Oude Gracht. Maar dat was nog na deze eerste plaat, volgens mij. Klopt dat? Ja, nee, daarvoor heb ik gewoon inderdaad in onze eigen party, goeroeparties gedraaid. Precies, en precies. Op kleine feestjes in kelders. Vochtige, donkere kelders. Ranzige toestanden waren dat, dames en heren. Wel top thuis. Ja, ik heb gisteren de flyer van de eerste heb ik eventjes gepost op onze Facebookpagina. En ja, dat was wel even lachen om die tekst te lezen. Ja. Wat waren we lief en jong en enthousiast, hè, zullen we maar zeggen. Hadden we maar doorgezet. Dan ja, hadden we helemaal nooit een Armin van Buren geweest, jongen. De IT van Utrecht geweest. Ja, echt wel. Het loopt zoals het loopt. Ja. Hey, nieuwe plaat, we willen er even wat dingen van laten horen. Dit is het nummer dat heet Raw. Een heel apart nummer. Gaan we lekker gooien. Ja, heel veel ritmes en zo. Weet je überhaupt nog iets van over hoe je het nummer hebt gemaakt en wat is het ook alweer best wel ik had een Atari. Die gebruikte ik af en toe niet. En dan deed ik alles live gewoon improvisatie in de drummachine. En Apache heette van een 101 er doorheen. Ik deed maar wat. Nou ja, nee. Maar het was gewoon de samenloop van... Helemaal niet hoor! Nee! Uiteindelijk is het toch lekker gaan klinken en ik deed puur op gevoel en dus het is gewoon zo'n track, die is gewoon een beetje gewoon live uit de pols gemaakt, zeg maar. En sommige dingen denk ik op Atari, andere dingen weer met sequences los. Dat is een combinatie, of de combinatie daar weer van, dus ja. Helemaal terughalen kan ik het niet, maar hoef ook niet verder. Even je dagboek kijken, volgende keer. Ja. Hey, een van je tweede plaat op Utrecht, daar stond een nummer op wat erg gewaardeerd werd door de diverse DJ's. Ik merk het ook nu nog steeds. Mensen daar goed op reageren. En dat is Flight Simulator. Flight Simulator. Gaan we even naar luisteren. Geniet ervan. Ja.
zijn weer terug. En dat krijg je als je op de verkeerde knop drukt. Acid Eiffel-achtig was dit nummer, zeiden we net. En dat deed het me destijds ook inderdaad aan denken. Heb je niet eentje gemaakt, dit nummer, toch? Nee. De strings zijn van Bas Lohman. Bas Lohman. Ja, die kent hem niet? Ik niet. Nou, daar heb ik een synthesizer gekocht. Oh. En daar kreeg je de strings bij. Nou. Ja. Hij droeg ook strings. Strings of Life. Helder. Nee, hoe ging dat? Ik ben toen een keer nog een paar keer wezen kijken bij hem. En toen raakten we in gesprek. En want hij wist niet welke synth hij weg wilde doen. Nou, lang verhaal kort. Ik heb mijn 303 meegenomen. En mijn 808 geloof ik. Of 99, weet ik voor wat ik gebruik heb. En gewoon een track opgenomen. En hij deed de strings met de toonhoogtes van de 303 mee. En ik deed de 303 en de ritmes. Lekker spacey geeltje. Ja, ik ben heel erg blij met die plaat. Hij is op. We hebben hem niet meer. Geldt ook voor je eerste plaat. Oké. Okay. Discogs? Of bijpersen. Dus we gaan hem lekker laten remasteren en dan gaan we weer een paar bijpersen voor de liefhebbers. Mooi. We gaan even terug naar de nieuwe. Mm-hmm. Er staat één nummer op. Dat ik erg lekker vond, maar ik dacht, dat gaat vast niemand anders leuk vinden. En dat blijkt dus heel erg mee te vallen, want we hebben er heel veel leuke reacties op gehad. Maar het is alleen maar drums. Ja. Magic heet het nummer en het is alleen maar drugs en uitermate geschikt om, om iets overheen te draaien. Dat is een nummer wat uitnodigt om het andere nummer overheen te draaien, zeg maar. Dus ik heb al wat oude jaren 80 meuter overheen geprobeerd te draaien thuis. Dat, ik weet niet of mensen dat gezien mijn DJ-kwaliteit was er natuurlijk niet om aan te horen, maar dat. Hey, en je hebt ook wel andere gekke dingetjes gedaan. Ja. En onder andere een chemical mix voor chemical witch, van de heideroosjes. Ja. En, ga werken, lul. Nou, sorry. Dat horen dan. Ga werken, lul. De chemical beats waren toen heel erg in. En toen hebben ze gevraagd of ik er wat mee wilde doen. Dus ik heb dat gedaan. En ik zou zeggen, luister en huiver. En de heideroosjes voor wie, voor al onze jonge luisteraartjes thuis.
Een rockband, is dat toch? Rock of wat is het? Punk? Oh, punk. Oh, ja, ja. Ja, een van de echte Nederlandse punkbands. Sorry, sorry Marco. Dus, nou, play it. Yes. Maar die deed ook hele mooie dingen. Absoluut. Ja, zeker. Ik weet niet welke groep ik aan de druk maar ik doe maar wat. En dan hoop ik dat het gebeurt. Oh, dat is natuurlijk ook altijd, als je de goede schuif open doet. Ja, ja. Dankjewel, assistent. Ja, alsjeblieft. Peter.
Ja. Ja. En heel veel, ja, dat ging goed. En heel veel reacties gehad over de hele wereld. Van mensen die ja, wat mij losmaakten. En die het geweldig vonden. Ja, serieus. Ik heb het van losmaakten. Nou ja, ik heb hem gemaakt toen, toen het uit was met mijn ex. En ja, heel veel mensen herkennen daar bepaalde hoofdjes in. En nou, dus ik kreeg hele leuke reacties op. Wereldwijd. En ik kan het nummer niet meer horen inmiddels. Maar, en ik heb dus, in één keer, ja, ik zat op een kamertje bij mijn vader en ik had zoals dat, twee synthesizers en een drummachine. En ik heb, ja, ik kwam 's nachts thuis van het uitgaan, ik heb het aangesloten, ik heb het aangezet, het nummer duurt 13 minuten en met aan- en uitzetten erbij, 15 minuten denk ik. En ja, en weer gaan slapen. En volgens mij heb ik wat mee gedaan. Gewoon een hit? En nou ja, iemand die luisterde dat bandje, hij stond op een cassettebandje. En die denkt, hé, daar moet je eens wat mee gaan doen. En dat is veel later ook weer. En uiteindelijk is het ja, is hij uitgebracht door Mas en Luc. Ja, ja, te gek. Ja, fantastisch. Ja. Heel veel goed gedaan. Verzamelscd's weg. Ja. Was een, ja. Klopt. Een belangrijk dingetje. Hey, we doen nog even wat van je laatste plaat. Dit is Freaky. Maar dat nummer staat ook onder andere dame bekend. Dat gaan ze meteen nog even op. Ja. Nee, dat komt. Ja. Nieuwe plaats. Met ja. Maar wat leek nou? Een van de DJ's die wij op onze DJ-lijst hadden staan, die zei van, hey, dit nummer heb ik al. En dat ging dus over Freaky. En ja, hij, ja, onder de naam Dr. Neelix. Ja. En daar was hij nooit van gehoord. Nou goed, lieve mensen, dat is dus deze plaat. En ja, Peter was het zelf ook vergeten, maar ja, die heb je dus ooit uitgebracht, ja, inderdaad. Alleen nou, onder andere naam, toen heette die dus Hardlife. Ja. Op een labeltje uit Leiden, van een platenzaakje uit Leiden, Journey's Own. En er zijn 50 white labels van gemaakt. Zoiets, en, ja. Dus die DJ die op onze DJ-lijst staat, en dat heeft, die heeft best wel een collectors itempje daar, mag ik wel zeggen. Toch? Goud waard. Ja, 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 maar, ja, ja, maar, ja, ja. Maar Dr. Nidus komt uit
Star Wars, volgens mij. Star Wars? Of Star Trek. Ja, ik weet het ook niet meer eigenlijk. Ik weet iets met sterretjes. Een van die twee. Ja, is het. Ja, ja. Maar ja, Hardlife EP, ja, ik. Awesome. Ja. Leuk. Ja. Hey, wat je ook nog hebt gemaakt is een plaat op Fuck You. Fuck You Records. Het elegant genaamde sublabel van U-Trax. Fuck You Phonogrammen. En toen had je zoiets van, nou, ik heb nogal wat liggen. En dat was ook vrij letterlijk een doos vol met... datjes. Nou, niet eens. Cassettes. Oh, cassettes, ja. En dat waren dan jouw masters. En daar mocht hij het allemaal wat uitkiezen. Nou, dat zat echt, was een soort goudmijn. Toen hebben we ook jou als artiestennaam maar ATR meegegeven. Ja. De Analog Treasury Room. Omdat ik toen veel spullen had. Ja, ja. Heel veel analoge apparaten. Heel veel verkocht helaas. Ja, maar ja, het loopt zo. Maar ja, zoals het altijd is bij jou. Ja, wist je geen titels, hè? Nee. Ja, wist je geen titels. Dus toen hebben we maar gedacht van, weet je wat, we zetten gewoon allemaal streepjes neer. En dan zetten we eronder, make up your own titles. En ja, dat moesten mensen dan maar doen. Dus, ja, ja, vonden we leuk. Geen naam. Nee. Nee. Ik ben heel benieuwd of er überhaupt ooit mensen zijn geweest die de moeite hebben genomen om zelf naam aan die het stom is. Ja, dan zien we dat graag in de comments straks. Ja, precies. Ja. Ik ben heel benieuwd, dames en heren. Maar voor Buma Stembra moest ik wel titels op bedenken. Toen heb ik alle puntjes maar geteld. En het bleek dat ze allemaal verschillende aantallen puntjes hadden. Dus dit nummer heet bijvoorbeeld 23 dots. Oh ja, oké. Okay. En ik denk dat deze 17 dat heet, maar ik weet het niet zeker. Maar we gaan nu een nummertje draaien. Ik vind eigenlijk de eerste drie nummers allemaal heel vet. We zijn begonnen overigens met het vijfde nummer. Deze uitzending wist jij niet meer, maar het is wel veel witje. Okay. En dit is een heel apart nummer. Ik vind het erg lekker, maar het is wel een bak cake. Dus laten we even lekker uit. Thank you.
shit gemaakt. Nou ja, de EP heet ook Sommige Shit EP. Ja. Dus we hebben niet echt heel romantisch over. maar ook jouw eerste plaat was ook. Een nummer op, het heet 7A. Ja. Dat is gewoon het 7-7-kantje. Oh ja, en dan heb je later. Vlak voordat ik het invulde, inleverde bij de Bibel Stemmer, hebben we er bij bedacht. Maar zo komen die nummers van jou een beetje aan hun. Wat zou ik zeggen? Ja. Ik ben er niet zo'n sterk in. Ja. Ik heb net we zijn natuurlijk ooit feestjes georganiseerd. Goed. De Greater Underground Resistance op Utrecht. Dit was de eerste flyer, dames en heren. Leuk joh. En dat was in een heel smerig keldertje ergens schuin in de Twister Shout. Ja. En dit was het tweede feestje. En dat was al, ik weet het, een cachot, een nieuwe cachot. Dit oude. Ja. En de laatste, helaas, de derde en laatste, dat is hier, letterlijk naast ons, waar we staan, in het voormalige Schuurhuis. Dat is leuk, met de Human Beings. Human Beings Live en allereerste optreden van Random Access Live. Ja. Die ook eigenlijk een soort van speciaal voor ons feestje waren opgericht, geloof ik. Op de flyer staat namelijk nog Voltage Control, dat is natuurlijk Arno in zijn eentje. Ja, dat is Arno. En uiteindelijk is het dus samen met anderen zijn ze Random Access. Dat was dus hun debuut ook. Ja, leuk. En Human Beings, misschien ook nog eerst luisteren. Oeh, dat heb ik niet te zeggen. Nou, Albert, als je dat weet. Please, comment please. We naderen het einde. Je bent weer lekker aan het draaien. Het begint een beetje te komen. Het begint te komen, ja. Nou, het draaien aan zich ging wel door thuis, maar het draait lekker door. Buitenshuis begint te komen. Ik mag naar buiten af en toe. Hey, en dat is jammer, want alle gekheid op het kopje, maar je bent gewoon een fucking goede DJ. Nou, en, goed. Dus ik, je gaat Utrecht Legends sta je 25 mei in de helling. En er is nog iets in de Melkweg, maar daar weet je ook niet meer precies van wanneer. Nee, dit is nog under construction. Construction, oké. Okay. Nou, ik zal wel, ik hoop dat er wel weer wat draaiwerk uitkomt. Ja. En, nou goed, we gaan het zien. Het is altijd leuk met muziek bezig te zijn. Dus, zeker, blijf maar ik zeg zeker je van doen. Ik ben liever aan het draaien dan iets anders? Of? Ik ben voor origine ben ik heb ik ook gedaan. Ik heb best wel veel live opgetreden ook. Maar ik ben van origine DJ. Dat vind ik ook echt het leukste. Het produceren ben ik gewoon bij gaan doen. Ik heb her en der wat apparaat op de kop getikt in de gulden tijd voor heel weinig gewen. Want als er iemand iets onder iemand kont vandaan kan kopen, dan ben jij het wel. Er zijn mensen die kunnen gewoon heel goed tweedehands auto's verkopen. Jij kan ze gewoon ontzettend goed kopen. Dat is echt. Ik heb er waar bij gestaan, dames en heren. Echt, je houdt niet voor elkaar, maar mensen verkopen hun dochters nog aan hem. Dat is echt, en voor weinig, hè? Voor weinig. Echt onbegrijpelijk. Ja, dat is een talent. Maar goed, en toen ben ik gaan produceren en schijnbaar niet onverdienstelijk gezien wat er uitgebracht is. Ja. Maar DJ is echt mijn voorkeur. En, maar er gaat dus heel wat uitkomen nog dit jaar. Want er gaat dus dingen uitkomen. Ja. Bubs aan onuitgebrachte nummers. Ja. Nummers. En daar gaat dus twee EP's van bij Utrecht uitkomen. De eerste is net uit. De tweede die komt ergens in De zomer, mei denk of ik. Juni. Nee, mei of juni. Oh, bij jou. Oh ja, sorry. Ja. En dan staat er nog eentje op de planning voor So Hasso. Van Nuno. Somewhere, van Nuno dos Santos. Ja. Onze vriend hier in Utrecht. Leuk. Ook vier nummers. Heel anders. Ook heel vette tracks trouwens. Die staat volgens mij na de zomer. Ja, ergens na de zomer. Die is niet zo. Die heeft nog niet helemaal precies voor ogen wanneer. Maar goed, dat. En dan hebben we dus nog deze. Die Fuck You plaat. Die hebben we nog liggen. Dus daar gaan we ook nog. Digitaal uitbrengen, geremasterd en oorspronkelijke vinyl. En dan gaan we die eerste twee EP's van jou op Utrecht remasteren en opnieuw persen. Kortom, leuk. Het wordt een soort PA Presents jaartje. Revival. Ja. Hey, en nou wil het geval dat we al een soort van, zou ik zeggen, sneak preview hebben van de titeltrack van je volgende Utrecht EP. En dat nummer heet Sex Madness. Ja. Want er zit geen saxofoon in of zoiets. Wat was het ook alweer? Of wel? Ja, je hebt geen flauw idee. Volgens mij een digitaal saxofoontje of zoiets. Ik weet het niet. Het lijkt erop. Hij is ook weer geëdit door Zero One. En, want het was natuurlijk weer veel te lang. En, maar goed, Was iets van
11 of 13 minuten ook weer. Het is in ieder geval 8 geworden, want ja, we wouden wel een beetje hard kunnen snijden. Dus ook weer 4 tracks. Dit nummer is echt heel anders dan de andere. Ja, drie. Dit is totaal anders. Dus ja. Daar hou ik wel van. Ja. Een beetje afwisselende plaatjes uitbrengen. Nou, dat gaat met deze wel lukken. We doen even een stukje Sex Man. Stukje Sex Madness was dat. Iets heel anders dan wat we toen toe hebben gehoord. Een beetje clubby. Zet er zelfs breakbeats in. Ja, ook dat. Niet gekker worden. Ja, dat mag allemaal weer tegenwoordig. Hè. Ja. Ja, dus, alles kan, hè? Alles kan. Ja. Ik vind de andere tracks nog beter, dus dat kan alleen maar vet worden. Mm-hmm. Dus, alright. Nou, je gaat nog even ons verblijden met meer een mixje. Serie. Ja, ja. Ja. Maar dan van andere mensen. Ja. Ja, ik ga van andere mensen werk draaien. Maar, vertel. Wel techno. Dat is toch wel mijn roots. Helaas. Ik ben heel breed onderlegd, maar op zich, techno is toch wel mijn volk. Het zal niet zo spannend worden. Ik ga niet in mijn hoofd staan of zo. En ik ga ook niet met mijn ellebogen zo scratchen. De kostleder even. Nee, gewoon even lekker mixje maken van een uur. En ik zou zeggen, geniet er allemaal van. En ga ondertussen even wat opruimen, wat leuk werks dan doen. En geniet ondertussen lekker van de muziek, zou ik zeggen. Ja, dat lijkt me een goed idee. Oké, dank jullie voor het luisteren. En, ja, super bedankt. Kijken, als je dat hebt gedaan, het schijnt dat de camera niet altijd aanstond. Maar dat maakt wel niet uit. En wie weet precies. Als het leuk gevonden wordt, dan gaan we dit vast nog wel een keertje doen. Ja, en ik, een commentaartje vind ik altijd leuk. Kijk maar even wat je erin zet, ook als je het niks vindt. Maar ook als je het leuk vindt. Kijk maar gewoon lekker. Dat wordt een hele drukke commentaarsectie dan. Nee, goed. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Hi.